Hoor Loes, dit is Nelson, mijn bijna 3-jarige Fjordenruin. Leuk dat je kijkt. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik Nelson heb laten inparkeren. Of heb geleerd om in te parkeren. Eigenlijk is het best wel simpel. Het is gewoon eigenlijk een soort trucje. Hij moet het gewoon leren. Leren, dat kan hij heel goed. Dus voor Nelson was het kwartje eigenlijk vrij snel gevallen. Bij het inparkeren wil je natuurlijk dat als je op het hek staat of op een blok of waar dan ook. Ga eens een stapje terug. Hallo. Dat hij dus naar je toe draait en dat komt voornamelijk vanuit zijn billen. Dus je wil eigenlijk dat hij de hulpen van billen en schouders naar binnen kent. Billen naar binnen heb ik eigenlijk zo aangeleerd. Dat als je, het is de bedoeling, ja, hij kent hem nu dus al wel. Dus ik zal het zo goed mogelijk laten zien. Wat ik wil is dat ik doe mijn zweepje over zijn heel goed, jongen. Super. Dus je doet eigenlijk je zweepje over zijn rug naar de andere kant niet doen. Van zijn billen. Want billen opzij, dat kent hij al. Dus opzij. Ja, doe maar. Nee. Kom. Opzij. Ja, goed zo. Dus billen opzij, dat kent hij. En dat kent hij dus aan de andere kant ook. Dus het tikken op zijn bil. Dat kent hij en daarvoor gaat hij dus opzij naar de andere kant. Dus als je dan... Ja, super. Dus als je dan aan de andere kant van zijn beeld tikt, dan zou die in theorie en in praktijk naar je toe moeten kunnen komen. Dus zo heb ik dat geleerd. Je kunt hem in het begin langs een wand zetten. En wat makkelijker is, als ze in het begin begrijpen ze het nog niet helemaal, niet doen. Dan kan je zijn hoofd een klein beetje opzij duwen, waardoor zijn lijf eigenlijk al meer deze kant op neigt. Super. Goed zo, jongen. Waardoor die zijn lijf sowieso al meer deze kant op neigt. Hallo? Ik ga niet op je billen kriebelen. Ga maar opzij. Juist. En daardoor sneller naar je toe zou komen. Dat kan helpen. Je kan dus ook eerst de bakrand gebruiken, zodat hij niet de andere kant op gaat. Ja, dat is hoe ik het hem heb geleerd. Ik heb eigenlijk daarin gewoon wel aangehouden. Dus wat je ook... Dus ik heb mijn hulp niet per se heel erg groter gemaakt. Want hij begrijpt het gewoon nog niet. Dus ik heb zachtjes op zijn bil getikt. En eigenlijk gewoon gewacht totdat hij een reactie opzij gaf. Met zijn billen naar binnen. Dus toen heb ik hem heel erg beloond. En het eerste beste kleine stapje heb ik gewoon beloond. En nou ja, je ziet het, nu doet hij het dus best wel heel goed. Ja, je doet het super. Dus zo heb ik dat uitgebreid. Wat ook heel belangrijk is dat als ik hem naar binnen vraag, is dat ik zeg maar, mijn heup gaat ietsjes naar achter. Dat is best wel moeilijk met deze zweep, zeker in het begin. Maar wat er gebeurt is, als ik hem opzij zet, dan duw ik mijn heup naar hem toe. En dus ook mijn ruimte naar hem toe. Nou, we hebben ze natuurlijk eigenlijk wel een beetje geleerd dat iedereen zijn eigen ruimte heeft. Dus als ik mijn ruimte daar naartoe draai eigenlijk, dan heeft hij misschien sneller de neiging om er voor weg te gaan. En als ik hem nou ruimte geef, want het is natuurlijk best wel spannend. Hè? En misschien heeft hij wel heel erg het gevoel dat hij in je ruimte komt. En heb jij hem dat geleerd dat hij dat niet mag. Dus dan haal je je ruimte, doe je eigenlijk een beetje opzij verplaatsen. Waardoor je hem ruimte geeft. Kom maar. Ja, super jongen. Heel knap. Nee. Heel knap. Waardoor je hem ruimte geeft om daar naar binnen te stappen. Dat is hoe ik het heb geleerd. Ik zal eens even kijken of de andere kant ook nog werkt. Want dit is wel zijn goede kant. Oké. Kom maar. Super. Nee. Ietsjes verder nog. Hallo. Super. Goed zo, kerel. Super braaf. Nou ja, en dan kan je natuurlijk op een opstapblok of wat dan ook gaan staan. Je kunt het dus eerst bij de bakrand doen, dan in het midden van de bak. En dan bij een opstapblok of alsnog naast de bakrand. Dat kan ik wel even kijken of dat werkt vandaag. Kom maar.
Dus hij staat zo. En dan vraag ik, kom maar. Super knap, jongen. Keurig van jou. Heel knap. Nou, en als je dan... Hij is nog niet onder het zadel. Hij is bijna 3. Kom maar. Inrijden wacht ik ook nog zeker mee. Ik wil er geen leeftijd aan hangen. Ik wil echt naar hem kijken hoe zijn lijf gebouwd is. Maar de komende paar jaar gaat dat nog niet gebeuren. Maar ik vind het wel heel fijn om hem al vast te hebben... deze hulp te hebben aangeleerd. Ik vind het voor later echt super fijn. En ik vind het ook heel fijn als, hè, als je gewoon via een opstapblok kan opstappen. Dan hoef ik niet in de beugel te gaan staan. Dan hoef ik niet aan één kant van zijn rug te gaan hangen. Dus ik vind het echt een super fijne oefening. En met dat snoepje over zijn rug heen leer ik hem dus ook dat er iets over hem heen kan. Maar dat is natuurlijk, dat kan je helemaal zelf uitbreiden zoals je dat zou willen. Dus dat was het inparkeren. Ik hoop dat jullie het leuk vonden.